Dit plukje irriteert mij. Hi guys, ik ben Giuliano en welkom op mijn YouTube-channel. Afgelopen weekend ben ik geweest naar Dutch Comic Con 2019. De bedoeling was eigenlijk om een vlog te maken van het hele gebeuren. Maar jongens, het was echt zo'n lawaai en zo'n chaos daar dat ik gewoon mezelf niet kon verstaan op camera. Maar ik had toch wel een paar leuke shots die ik wilde gebruiken. Dus ik dacht, waarom maak ik er gewoon niet een storytime van? In deze video ga ik daarom mijn verhaal vertellen over mijn Comic Con experience. Om te beginnen, het was natuurlijk hartstikke gezellig. Iedereen is daar super sociaal. Ik denk echt dat iedereen een beetje een standaard stereotype nerdy beeld heeft van Comic-Con. Dat iedereen die daar is er een beetje bij loopt, like... Nou beste mensen, dat is dus niet waar. En zelfs als het waar zou zijn, wat is daar mis mee? De crowd die gaat naar Dutch Comic Con is best wel gevarieerd. Er zitten heel veel verschillende mensen tussen. Heel veel mensen hebben fandom shirts aan. Dus echt van Star Wars, Marvel, DC, Stranger Things, whatever. En dan heb je de echt rijke mensen die genoeg geld hebben voor cosplay. En cosplay houdt in dat je je echt identiek verkleedt als een personage. Nou eigenlijk moet ik niet zeggen verkleden. Ik heb gehoord dat dat best wel een no-go is. Het is gewoon cosplayen. Ik zelf heb ook een beetje gecosplayed en daar heb ik ook wat beelden van. Vandaag zijn we bij de Dutch Comic Con 2019 in de Jaarbeurs Utrecht. Zoals je ziet ben ik gekleed als Killmonger van Black Panther. How can I help you? I'm just checking out these artifacts. Niemand herkende mij. Het grappige was, ik zag iemand verkleed als Black Panther. En Killmonger, degene als wie ik verkleed was, is natuurlijk de villain van Black Panther. Dus ik ging helemaal in mijn rol. Want die gast liep dus langs mij en ik was echt een beetje zo van... Helemaal in mijn rol, weet je wel, want we zijn vijanden. Ik dacht, is wel grappig, is wel leuk. Ik kon dus een beetje met die Michael B. Jordan swag op hem aflopen. En die gast staart me echt aan van... Hij draaide zich dus 180 graden de andere kant op en liep weg. Ik denk dat hij me niet herkende als Killmonger. Dus dat hij echt een beetje zoiets had van, what the fuck kom jij op me aflopen? En dan ook echt heel erg intimiderend. Like, ik kwam echt een beetje zo op hem af, weet je. Ik heb hem denk ik een beetje bang gemaakt, want hij was echt zoef weg. Anyway, op Comic-Con heb je echt heel erg veel creatieve fotobooths die eigenlijk nieuwe series of films promoten. Dit jaar waren er promotieboots voor de nieuwe Netflix-serie The Witcher, Jumanji 2 en de nieuwe Beverly Hills 90210 remake. Ik vind die boots altijd zo vet en creatief, echt super nice. Is ook zeker een van de dingen waar ik het meest naar uitkijk als ik ga naar Comic-Con. Ieder jaar zijn ze echt zo creatief, je moet er sowieso langs gaan als je gaat naar Comic-Con. Vorige keer was mijn eerste Comic-Con, toen waren er echt boots van Aquaman en The Walking Dead als ik me niet vergis. Dus ja, sowieso een place to go als je erheen gaat. Ook zijn er voor de gamers tussen ons echt verschillende toernooien waar je aan kan meedoen. Ik heb dat zelf niet gedaan dit jaar. De titel van het event zegt het al, Comic-Con. Je kan er strips kopen en ook gewoon verschillende andere soorten merchandise. Er is letterlijk een hele zaal vol met dingen die je kan kopen en ik zweer, het is echt amazing. Zorg er wel voor dat als je gaat je contant geld meeneemt, want bij heel veel boots kan je niet pinnen. Dan heb je natuurlijk wat niet mag ontbreken, de celebrity panels. Elk jaar nodigt Dutch Comic Con verschillende acteurs van series en films uit naar Nederland. En dan krijg je op het event de kans om ze in het echt te zien en vragen te stellen. Vorig jaar had ik Gaeta Matarazzo van Stranger Things ontmoet en dit jaar kreeg ik de kans om Tyler Posey te ontmoeten. Hey, how's it going everybody? My name is Tyler Posey. I'm the TV show Teen Wolf. Or, you know, the series Teen Wolf on MTV, or who could forget everyone's favorite, MTV's Teen Wolf. I will be coming to the Netherlands this weekend. I will be at the Dutch Comic Con. Tyler Posey, een acteur die jullie misschien kunnen kennen van zijn films Made in Manhattan, Truth or Dare, The Last Summer, maar ook in series zoals Jane the Virgin, Apocalypse Now, Scream, maar hij is het meest bekend als Scott McCall in Teen Wolf. Teen Wolf was echt een guilty pleasure van mij. Tyler Posey was de last minute guest die bekend werd gemaakt. Letterlijk de dag voor Comic-Con. Guys, ik was zo hyped om hem te ontmoeten en dan te bedenken dat er echt twee rijen waren omdat niet iedereen paste in één lange rij. Ik stond zeg maar achterin de rij, dus ik moest echt een half uur wachten voordat ik aan de beurt was. Ik zweer, naarmate ik dichter bij de kamer kwam, werd ik steeds nerveuzer en nerveuzer en nerveuzer. Terwijl, waarom? Het is ook gewoon een persoon, maar als je diegene zo lang op televisie hebt gezien, dan is het natuurlijk best wel logisch dat je zenuwachtig raakt. Je hebt namelijk een idee van hoe die is in interviews en dan neem je maar aan dat hij zo ook in het echt is, maar dat kan eigenlijk best wel tegenvallen. Oké, dus ik stapte uiteindelijk de kamer binnen en er stonden nog iets van 3-4 mensen voor mij. Ik kon hem niet zien, want er zat zeg maar een zwart doek aan de zijkant en dat was denk ik voor de belichting voor de foto die later werd genomen. Maar ik kon hem al wel horen en ik hoorde gewoon zijn stem en ik weet niet, op een of andere manier had dat een soort van kalmerend effect. Want je stapt de kamer in en je denkt, bam, je gaat meteen oogcontact maken en je gaat meteen met hem praten of whatever. Maar nee, je hoorde zijn stem, je was in zijn aanwezigheid, maar je zag hem niet. En op een of andere manier hielp dat met de zenuwen, omdat je denkt van, oké, nou, je bent in zijn aanwezigheid, de grootste last zit er nu van af. Niet alleen nog maar een babbeltje met hem houden.
Hi guys, camera viel even uit, maar we're back. Het is ook een stuk donkerder nu, dus sfeerverlichting. Oké, dus anyway. Toen was ik aan de beurt. Vanaf dat moment was het eigenlijk een soort van blackout. Als in, ik weet niet meer hoe ik hem heb begroet, maar het was in ieder geval niet awkward. Anders had ik dat echt wel onthouden. Als ik het volgens mij goed heb onthouden, begon het gewoon met een hi, how are you? My name is Giuliano. Big fan, loved you on Teen Wolf. En hij reageerde echt super leuk en enthousiast. Hij was van, oh hi, how are you? En dat. Toen gingen we klaarstaan voor de foto. We keken dus beide de lens in, maar de fotograaf die zei tegen mij in het Nederlands. Jongen, kan je wat meer je kin omlaag doen? Dus ik reageerde gewoon een beetje van, oké. I guess. Maar hij had het dus tegen mij in het Nederlands, dus Tyler verstond niet wat hij zei. Op dat moment boog Tyler een beetje voorover en hij vroeg, what did you say? Poef, foto werd gemaakt en vandaar ziet het er nu zo uit. Alsnog prima foto, lekker in het moment. Maar met fotosessies op Comic-Con gaat het meestal zo dat je degene begroet, daarna mee op de foto gaat en daarna wegwezen. Ik was niet klaar met Tyler Posey. Dus voordat de fotograaf kon zeggen van, oké, thank you, next, draaide ik me om naar Tyler toe. En zei tegen hem, yo, Tyler, I just wanted to say thank you so much because you really helped me with my... Ik wou hem gewoon echt super graag face-to-face bedanken, want een van zijn personages die hij heeft gespeeld, heeft me echt geholpen. Een van zijn characters had echt een hele grote impact op mij gemaakt, gewoon omdat ik dacht dat ik alleen was wat datgene betreft. En om te zien dat iemand anders er ook mee struggelt, helpt gewoon echt een heleboel, dus ik moest hem daarvoor voor bedanken. Hij was de nicest persoon, hij kwam echt meteen op me af, gaf me een omhelzing. De mensen op de achtergrond, de fotograaf en zo, die verstonden er niks van, dus waren echt zo van, what the fuck gebeurt hier nu? Maar Tyler bleef super nice, hij keek me aan. Thank you so much for telling me this, because as an actor, it moves me to hear when people say they get inspired or touched by my work. And then to hear that I helped you just means the world to me. Het was zo'n mooi en heartfelt moment. Ik bedankte hem nog een keer en wilde weglopen. En toen zei hij dit, wait. I hope to see you at the Q&A panel later on. En ik was like, I'll be there. Guys, ik heb net Tyler Posey ontmoet. Echt een fucking aardige gast. Ik ga hem zo meteen een vraag stellen op het panel, dus Lego. I like Dus flash forward naar het panel. Op mijn Insta-story konden jullie je vragen voor Tyler Posey inzenden. En ik zou de beste daarvan uitkiezen en stellen aan hem tijdens de Q&A. Shoutout naar de winnaar van deze actie, Morsal. Morsal, als een enorme Tyler Posey-fan, heeft me namelijk zo'n lijst met vragen gestuurd. Dus ja, de kans dat zij wint is redelijk groot. I see you, Morsal. Anyway, hier is de clip dat ik mijn vraag stelde aan Tyler Posey. Hi, everybody. Hi, I was wondering which character Trace of Scott would you wish that you had? I feel like I have them all. He risks his life quite a bit. He's died like 3 times. And I haven't died yet. So, I don't know. Maybe the only trait that I would want is just to heal myself. Okay, yeah. But other than that, I feel like he and I are pretty similar. You know, we both have good intentions. We both care for people. We both live our own butts. That's not true. Ten eerste, hij noemde me buddy, wat betekent dat Tyler Posey en ik nu echt bevriend zijn. Hij noemde me letterlijk een vriend. Ten tweede, deze gast is gewoon zo chill. Ik zal hem blijven supporten, zelfs al zou hij films blijven doormaken zoals Truth or Dare. Hij is echt een oprecht aardige gast. Nou guys, that's it. Dat was mijn Dutch Comic Con 2019 experience. Ik raad het iedereen aan om at least 1 keer te gaan, gewoon om de sfeer geproefd te hebben. Als je een beetje houdt van comics, dan zal je ervan genieten. En niet eens per se comics, maar ook gewoon series, films. Als je daarvan houdt, gewoon gaan. Ben jij naar Comic Con geweest dit jaar? Zo ja, wat vond je ervan? Let me know in de comments. Like, subscribe en share if you care. Druk de notificatiebel om up-to-date te blijven bij mijn laatste video's. Grote shout-out naar Gina, Jessica en Nathalie die samen met mij waren op Comic-Con. Ook een shout-out naar Richard Otto van Filmdomein. Die kwam ik daar ook nog tegen. Was super leuk om je te ontmoeten. Nou, that's it guys. Ciao!